En president Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag een motiverende speech gehouden voor de studenten van de richting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Santokhi motiveerde de studenten om kracht te putten uit de crisis waarin het land zich bevindt. Zo word je gevormd. Zo word je sterker gemaakt. Zo kan ik vandaag als president daar staan. Omdat ik die fase heb afgesloten. Van tikslag links, tikslag rechts. Maar go door. En als je valt, zorg ervoor dat je vooruit valt. Sta op. En leg je traject af. Beklim die berg. Behalve president Santokhi spraken ook de voorzitter van het universiteitsbestuur, Shanti Venetjan, en de richtingscoördinator van de opleiding Public Administration, Ine Apapu, de studenten toe. Enkele gemotiveerde studenten geven aan wat ze van de speeches vonden. En we hebben veel informatie gekregen van onze president. Nou, het is leerrijk eigenlijk. Het is nodig in het leven. Wij als studenten hebben elke dag motivatie nodig. En dit van de president is een mijlpaal voor ons. Dat wij de push hebben gekregen om ons studie verder voor te zetten. Wel, om eerlijk te zijn. Ik vond het zeer geweldig. Waarom geweldig? Omdat eigenlijk, zoals de president aanhaalde, zijn er studenten voor wie het een bewuste keus was. Maar weer studenten voor wie het misschien gewoon iets was van, laat me toch even proberen om te kijken wat die studie inhoudt. Of hoe het me zal bevallen. En voor de studenten die het een bewuste keus was, was het gewoon een speech om het moreel op peil te houden. En voor de studenten voor wie het geen bewuste keus was, ben ik ervan overtuigd dat de president een gevoel van zekerheid, durf, enthousiasme in te heeft aangewakkerd om deze studie binnen de nominale tijd af te ronden. President Santokhi heeft de studenten niet alleen moed ingesproken, maar hij deed ook beloften en informeerde ze over de inhoud en het belang van de studie. Venetjan en Apapu geven aan waarom het zo belangrijk was dat de president de studenten toesprak. De studierichting levert mensen af die vooral dus bij de overheid, waarvan de overheid een groot deel afneemt. Ja? Dus, en de president is nou eenmaal, om het even makkelijk te zeggen, de baas van de overheid. Dus vandaar was het het idee van laat de hoogste persoon die daarover gaat de studenten motiveren en ze toespreken. Public administration richt zich op het openbaar bestuur. En het openbaar bestuur, vaak genoeg denkt iedereen dat het alleen de overheid is. Het is inderdaad de overheid, maar het is overheid met het bedrijfsleven, met maatschappelijke organisaties. En waarom wordt dat gezegd? Omdat al die organisaties, al die actoren in de samenleving helpen om beleid te maken. Als we nu kijken naar bijvoorbeeld de COVID-19 maatregelen, dan zien we dat die overheid het niet alleen kan. Die overleggen met het bedrijfsleven, die komen met hun input, maar ook maatschappelijke organisaties geven daarover een mening. Dus alleen daarom al is het heel belangrijk om als bestuurskundige, we kijken natuurlijk naar nationale, regionale, internationale vraagstukken. Maar is het heel erg belangrijk dat iemand die dus de president, die het openbaar bestuur vertegenwoordigt, hier aanwezig is. Dat was dus Ine Apapu. De president beloofde onder meer dat de overheid zijn volle ondersteuning zal geven voor het creëren van faciliteiten. Zodat studenten tijdig stage kunnen lopen. Richtingscoördinator Apapu hoopt op een goede samenwerking met de overheid en andere actoren uit het openbaar bestuur. Trouwens, het verslag komt van ATV-verslaggeefster Chanel Het Zand.